Welkom weer bij Fire & Food TV, het barbecue kanaal voor de barbecue liefhebber. En we hebben vandaag, u ziet het al, het zonnetje gaat schijnen. Het is nu 1 uur, we zijn de hele dag aan het filmen en eindelijk wordt het lekker warm. Maar hier wordt het ook lekker warm, want we hebben hier een plancha staan. Een hele opkomende manier van buiten koken. Ja, en we hebben hem hier van Fairy Cook. Yes. I am a fairy cooker, zoals je kunt zien. En Bastiaan, wat is te vertellen over dit specifieke apparaat? Het is eigenlijk weer een hele andere manier van buiten koken, maar wel een geweldige manier van buiten koken. Als je ziet, we hebben 2 verschillende gasbranders, hè, waardoor je dus temperatuur kan regelen. Hete zone en een wat minder hete zone. Dus dat is ideaal. En het zit heel hoog in de temperatuur, zeg maar binnen de 3 minuten zit je op die 300-350 graden. Kook ook op oppervlak, 40 bij 60 centimeter. Best heel groot, hè? Prima voor 12 man. Vandaag hebben we een heerlijk recept. Ja, mijn favoriet, hè? De ribeye. Ribeye, ja. Absoluut mijn favoriet. De ribeye die gaan we bereiden met mango, wat uitjes en coca-cola. En wat ik even bij de mango wil laten zien, is hoe je hem mooi kan snijden. Als je de plakjes van de mango hebt gesneden, dan snij je hem even met het mesje op die manier in. En dan zo. Dus eigenlijk hier een ruitpatroontje. En labaraaien. Ja, dan buig hem om. En dan kan je eigenlijk heel makkelijk die blokjes afsnijden. En die gaan we straks bakken op de plancha. Het lijkt origami. Ja, mooi toch? Maar dan een beetje anders. Nou, inderdaad. Origami met fruit. Dus dat hebben we voorbereid. Ja. Ribeye, toch het meest belangrijke. Beetje olie erop. En dit is bij mij het hete gedeelte. En daar, kijk, je ziet al, gaat gelijk. Ja, zo. Hij zit ook gelijk vast, hè? Dat is wel een voordeel. Ja. En dan die erbij. Dus dat laten liggen. En dan ondertussen, en we hebben in het minder heet gedeelte, kunnen we dan aan de slag met uitjes. Dus die kunnen we lekker hier bakken. Doen we ook een heel klein beetje olie bij. Dit is wel een snelgerecht, denk ik, hè? Ja. En kijk, je merkt wel als ik het verplaats dat je zeg maar, hier in het warme gedeelte komt. Dus daar kan ik zeggen van, nou, daar zet ik hem nog even aan. Ik vind het wel gezellig. Wel wat, ja. Kijk, met z'n tweeën zo het mooiste. Wel een voordeel vind ik dat de tafel niet helemaal waterpas is. Je ziet de pootjes aan de onderkant, kun je draaien. En dan kun je hem gewoon lekker waterpas zetten. Ja. Je hebt nooit last van dat het gerechten allemaal naar die kant stromen. Precies. En omdat je toch ook vaker met deze manier van werken op planches vaak wel met vocht. Hè, werk, wij spreken met wijn of whiskies die je dan laat inkoken of flamberen. En dan is het wel prettig als die... Als je waterpas staat. Weet je wat ik ook zo handig vind trouwens? Dit is dat opvangbakje. Ja. Hier, dat is gewoon een bakje. Dan kun je dus alle het vet, het vocht, de spulletjes. En die hang je er gewoon zo aan. Ja, dus als je dingen zegt van hop, je kan het gelijk in kwijt. Nou, dan gaan we hem omdraaien. Die tijd is het wel. Hier weer een beetje olie erop. Ja, het zijn vrij dunne hè, dit keer. Ja. Nou ja, maar kijk hoe mooi dat bakt. Ja, dat is een mooi stukje vlees. Ja, hè? Absoluut. Nou, ondertussen hebben we tijd om de mangootjes erbij te doen. Heerlijk om met die mango te werken. Je kunt het ook met z'n tweeën doen, hè? Ja. Nou, als jij chef groente bent, dan ben je ook bezig. Eigenlijk ben ik er helemaal niet mee eens dat ik chef groente ben. Want voor de kenners onder u, ik ben chef vlees en niet chef groente, maar ja. Nou, vlees is klaar, dus dat kunnen we dan even op een bordje leggen. Moet je nagaan hoe snel dat gaat, hè? Ja, hij zit in zo'n mooie temperatuur. Dat komt natuurlijk door de hoogte van de temperatuur, hè? Ja. Dus dat zetten we heel even weg. Dan heb jij even kansen, Edwin. Nou, heb ik kans om dat een beetje... Jouw komt op de... Ja. Weer zeg maar jouw chefgroente te maken. Mag je even kijken hoe het is? Nee, doe je. Of wil je switchen? Ja, ik weet niet. Eens kijken hoe jou is. Oké. Wil je aan mijn kant staan? Ja, we staan eigenlijk altijd zo, hè? Ja. Jij staat aan die kant, ik zal wel blijven. Ja. Nou, dat is nou mijn afdeling, hè? En... Lammeraaien. Cornerbollen? Ja. En dat verkruimen we er zo lekker overheen. Zo. Het is een heerlijke manier van... Dit is gewoon een gezelschapskoken, zo'n ding. Zoals je ziet, dit is turquoise. Maar het is in 10 verschillende kleuren is het verkrijgbaar. Dus voor ieder wat wil ze. Zeg maar, nou ja, ik zou graag in het rood willen. Geen probleem, die kleur is er. Ziet er goed uit. Ik denk dat we langzamerhand een bordje kunnen gaan voorbereiden. Nou, mooi, waar zijn de borden? Ga ik een bordje halen? Ja, kom ik zo bij je terug. Neem ik vleesje even mee? Ja, is goed. Ik blijf even doorscheppen. Yo. Zo, Edwin. Nou ja, kijk, ik heb het even... Geweldig. Even iets voorbereid. Ik heb het Antico... Eroverheen? Ja, mooi, een beetje lekker eroverheen. Daarnaast? Ah, een beetje van achterover. Ja. Zo, top.
Ik heb ribeye heb ik even mooi plakjes gesneden onder dat rucola salade. En daar overheen die finishing touch. Ja, de mango met kaas. Wat? En als finishing touch een paar balsamico. Druppeltjes balsamico. Duimpje erop. Duimpje erop. Ja, ik denk dat anders uitgaat, vind ik. Een paar druppeltjes. Super. Zo. Ja. Nou ja, en je ziet het hè, hoe makkelijk en hoe leuk het is om lekker te koken op zo'n plancha. Dus wat mij betreft, lekker buiten koken op die plancha. Ja. Geniet ervan. Nou, geniet ervan. Ja. Nou, dan mag je de afsluiting ook een keer doen. Ja. Is dat nou aan mijn kant? Ik zat net te denken. Ja. Ik had het niet geoefend. Oh, je had het niet geoefend. Dan kijken of je het een beetje kan. Als jullie recept ook thuis willen maken, dan kijk je onder in de aftiteling. Daar staat het. Ja. En als je het lekker vindt, even een duimpje omhoog, like hem. En dan eindig altijd met eet smakelijk. Eet smakelijk. Maar je vergeet te zeggen dat je nog steeds gratis kan abonneren op ons YouTube kanaal Fire & Food TV. Dat maar wel goed gedaan, Bas. Dankjewel. Ja, geen probleem. En eet smakelijk natuurlijk. Niet ervan.